We hebben vandaag fjordekeuring. Versopen katje. Ja, dat zijn dan dingen wat ze. Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ben op stal bij Tasha en Wik en Al Miranda haar fjorden. En Shetlander. En Shetlander Beauty natuurlijk. We hebben vandaag fjordekeuring. Dus alle fjorden gaan door de wasstraat. En we gaan nu als eerste gamble doen. En het ligt eraan hoe lang we erover doen. En dan gaan we misschien ook nog even een buitenritje maken met Indy en Hanne. Zoals je kan horen stormt het. Dus we gaan nu eerst deze wassen. En ik neem jullie gewoon de hele tijd mee. En met keuring ook. We gaan het allemaal zien. We zijn benieuwd. Ze komen pas om 6:30 vanavond. Het is nu 1:30 of zo. Maar we hebben alle tijd nodig voor deze vieze monsters. Ik zal ook nog wel wat foto's erbij voegen van hoe ze er gisteren uitzagen. Oké, wij gaan aan de slag. Hij wilde ook gewoon geraas zijn. Deze kat valt nog wel mee. Ja. Campbell is gewassen, nu gaan we met deze twee op pad. Indy en Hanne. Ik grap Hanne. Oh, lekker zacht. Nummer 2 voor de wasstraat. Sopen katje. Hij is ook echt boos. Ja. Ik hoor niet nat en schoon te zijn. Deze mevrouw is schoon, alleen haar staart gewassen. Voor de rest was ze schoon, nu staat ze even hier in de stal. Daar aan de overkant staan Indy en Wik. Meneer, je hebt allemaal spinnenweb in je haar. Je was zo schoon. Pa. Waar heb jij hem met je hoofd in gezeten? Koffie. Ben je nog nat? Ja. Goed zo. Ja. Je halfzus staat aan de overkant. Thank you.
Hoi allemaal, bij deze ga ik de video van de keuring afsluiten. Het is al een week later, maar ik ben ondertussen ook nog ziek geweest. Ik heb keelontsteking gehad. Ik heb mezelf laten testen voor corona, maar dat was het gelukkig niet. En Racy vond de gedroogde appelstukjes wel lekker, dus die irriteert me nu. En hier ligt kleine Wik. Maar Tasja is opgenomen in het stamboek met een mooie commentaar. Ze vonden de zebrastrepen op haar benen ook heel erg leuk. En Wik vond ze heel lief. Goed opgevoed. Dat terwijl die nog best wel zijn streken kan hebben. Maar hij liet zich voorbeeldig zien. Dus dat was wel een soort van grappen. En hier is die. Alleen we moeten nog eventjes... ik heb besloten... We moesten nog kijken of die nou in het Belgisch of in het Nederlands stamboek gaat. Maar ik heb besloten om het toch meteen in het Nederlands stamboek te doen. Dat moet alleen nog even geregeld worden verder allemaal. Ook met Fokker... Dus dat moet ik nog even doen. Ik weet niet of dat al geregeld is als deze video online komt. Anders dan krijgen jullie nog een kleine update van mij hierin. Zo niet. Dan zien we jullie weer in een nieuwe video. Ik ga nog eventjes lekker knuffelen met deze kleine boef. Die gewoon liggend aan het eten is. Dus of een update of ik zie jullie weer in de volgende video. Doei!